Oké. Ik was een video aan het opnemen en hij hield er opeens mee op. Dus we beginnen overnieuw. Waar ik het heel erg over had, is wat mijn intentie is met mijn Words of Wisdom series. Hè. Dit is een onderdeel van mijn Words of Wisdom series. Motivatievideo's die ik elke week opneem. En waar ik het in de video net heel erg sterk over had, is dat ik heel erg mijn intentie voor deze video's met jullie in het begin wil bespreken. Zodat je kan voelen vanuit welke plek het bedoeld is. Dus ik hoor heel vaak de phrase I'm here to serve. En ik geloof ook dat intentie iedereen wil serven, wil dienen. Alleen mijn vraag is altijd vanuit welke plek wil je dat? Vanuit welke plek wil jij überhaupt geserved worden? En wat ik heel erg hoop met mijn series die ik maak, met mijn challenge die ik binnenkort ook weer ga geven, 2, 3 en 5 november komt de volgende challenge eraan, waarin ik je ga helpen om space te creëren voor je business 2.0 versie, dat je dat onderzoekt vanuit welke plek doe ik dat. Doe ik het omdat ik voel dat er iets mis met me is, of doe ik het omdat ik voel dat ik precies ben waar ik moet zijn en weer een next step mag gaan nemen. Mijn intentie in ieder geval met de video's die ik maak voor deze serie, maar ook voor mijn challenges en in mijn podcast, eigenlijk voor alle content die ik creëer, ook mijn betaalde content, is altijd de intentie vanuit de plek dat je precies bent waar je moet zijn, dat je perfect bent waar je bent en dat je vanuit die ease de volgende stap kunt gaan nemen. Dus voor mij helpt het ook bijvoorbeeld heel erg om bijvoorbeeld mijn ogen te sluiten wanneer ik luister naar dit soort content, zodat de content nog meer met je kan resoneren. En merk ook op wanneer je onrustig wordt van de content, wanneer je het gevoel hebt van oh my god, ik word hier onrustig van, het geeft me juist het gevoel dat ik nog niet ben waar ik moet zijn. Zet hem dan even uit en dan is het wellicht niet het juiste moment om naar de content te luisteren. Het gaat erover dat je jezelf accepteert voor wie je bent, in je uniekheid, in de timing waarin dingen gaan. En dat je van daaruit dingen langzaamaan kunt gaan allowen. Nou, voor mijn Words of Wisdom gebruik ik altijd mijn boek, De Instructies naar Verlicht Leven. Overigens, als je die bestelt via mijn website, dan krijg je er ook deze mooie piriet bij. Het is een pirietsteen. Het is wel mooi, je kan de shimmering zien en waar je een beetje de engelenkleuren ziet. De pirietsteen krijg je er cadeau bij als je hem via de website bestelt. Ik weet niet ten tijde dat je deze video kijkt of het boek nog te bestellen is. Het zal nog steeds te bestellen zijn, maar het kan zijn dat er even een levertijd op zit. Want de eerste druk is op 2 exemplaren na nu uitverkocht. Dus het kan zo zijn dat je hem net bestelt terwijl we de tweede druk aan het bestellen zijn. Dat je eventjes moet wachten. Maar de piriet blijft een mooi cadeau wat je krijgt bij het boek als je het via de website bestelt. Als je het via bol.com bestelt, zit hij er niet bij. Nou, Instructies naar Verlicht Leven is een boek wat ik vorig jaar heb mogen doorkrijgen. Of inmiddels eigenlijk alweer 2 jaar geleden. Najaar 2019 heb ik het doorgekregen. De woorden flowden toen super easy, super in een flow. En van daaruit begon eigenlijk het publicatieproces. Dat ging ietsje minder effortless, maar daar heb ik heel veel van mogen leren. En sowieso is dat ook de manier waarop ik naar het leven kijk. Wanneer dingen niet zo effortless gaan als ik het zou willen, zie ik het eigenlijk altijd als een uitnodiging en een opening naar meer. Het is een boek waarbij ik eigenlijk, op dat moment liep ik vast in mijn leven. Dus op dat moment ben ik mijn vraag gaan stellen aan mijn Source Energy. En Source Energy is dat deel van mij dat in staat is om die universele intelligentie te downloaden. En dat deel hebben we allemaal. Dat is het goede nieuws. Het is alleen een kwestie van hoe tune ik daarmee in. En wanneer we eigenlijk de hele dag overspoeld zijn met onze mind, met externe invloeden, is het soms heel erg lastig om die Source stem te horen of die universele intelligentie te downloaden. Onderdeel van mijn missie is om je meer stilte te brengen, zodat je die informatie die in jouw kolk opgeslagen ligt, kunt downloaden en je van daaruit de impact kunt gaan maken op de wereld die je bedoeld bent te maken. Voor de vrouwen die zeggen, oh my god, Sof, ik voel echt dat ik die next step wil nemen, of je nu al ondernemer bent, of dat je nog moet beginnen met ondernemen. Als je voelt van ik heb een purpose te dienen en ik voel dat die groter mag neergezet worden en je wilt dat doen vanuit die spirit plek,
Meld je dan aan voor de challenge van november, de Creating the Space for Your Business 2.0, zodat ik je kan helpen vanuit ease, vanuit perfectie, die plek te gaan allowen. Ik kan daar nog heel veel meer over vertellen, maar ik ga daar meer over vertellen in de challenge. En wat ik er wel over kan zeggen is dat het, denk ik, mijn mooiste challenge ever gaat worden. Ik heb er in ieder geval super veel zin in. En dat ik het je gun dat je erbij bent. Dus meld je aan via de link in de beschrijving van de bio. En dan wil ik vandaag beginnen met het voorlezen van een stuk uit hoofdstuk... welk hoofdstuk is dit? Hoofdstuk 10, een schone ochtendroutine. En wat ik eigenlijk doe met dit boek, en zo raad ik het de meeste mensen ook aan om het te lezen, is om het random open te slaan en te kijken, oké, waar valt die open? En wat zijn de woorden die ik vandaag mag lezen? En wat voel ik daarbij? Dus stel je ook open om te voelen wat je voelt en te voelen wat resoneert met mij en wat resoneert niet met mij. Het gaat nimmer over judgment. Het gaat nimmer over, je bent wel of niet op het goede pad. Je bent in alle tijden op het goede pad. Maar je kunt wel horen in de woorden van, hé, wat resoneert met mij? Waar voel ik inderdaad dat ik naartoe getrokken word? En dat is de uitnodiging van deze series. De quote, of eigenlijk de phrase van Rose die hier in het roze beschreven is stel jezelf open en je zult ontdekken dat je interessante dingen door zult krijgen die voor jou persoonlijk werken. En ik begin eventjes bij dit stukje. Namelijk mijn vraag aan het universum, toendertijd, is hoe we in de ochtend een schone ochtendroutine kunnen houden of krijgen als dat niet zo direct is. Dus in dit hoofdstuk beschrijf ik eigenlijk hoe ik 's ochtends heel vaak vanuit een lage energie wakker word. Ik droom heel intens, ik verwerk heel veel in mijn dromen. Met als resultaat dat ik vaak 's ochtends juist wat lager in mijn energie zit. Misschien herken je dat, misschien herken je dat niet. Ik weet dat Abraham Hicks heel erg teacht dat je 's ochtends juist op je meest puur bent, op het moment dat je wakker wordt en die mind er nog niet in komt. Meestal, en het wordt bij mij, wordt die tijdspanne iets groter, maar voor mij is dat meestal maar een hele korte tijd. Omdat ik dan nog zo in die dromen zit, dan schiet ik eigenlijk direct in mijn mind. En voor mij is het daardoor heel helpend om een schone ochtendroutine te hebben, om van daaruit eigenlijk de rust te vinden om weer in contact te komen met dat spiritstuk. In het hoofdstuk vraag ik daarnaar. Ik vraag ernaar van, wat betekent het überhaupt als we dromen hebben? Daar vertellen ze iets heel moois over. Ze geven een soort van vergelijking van een modderpoel. Dat kun je ook helemaal teruglezen in een boek. Maar het geeft een hele mooie uitleg over wat onze dromen ons eigenlijk komen vertellen. En waarom het helemaal geen slecht teken is als je de volgende ochtend in een wat lagere energie wakker wordt. Het laat alleen iets zien. Nou, dat leggen ze prachtig uit in het boek. En dan van daaruit heb ik eigenlijk de vraag gesteld, oké, maar als ik dan vanuit die frequentie wakker word, wat kan ik dan doen? Dat was mijn vraag. En hierop zeggen zij dus het volgende. Ook daarin ligt de uitnodiging voor jullie om te onderzoeken wat werkt. Als je je openstelt, zullen hiervoor mooie en wonderlijke inzichten op je pad komen. Ook jij, Sophie, hebt dat mogen ondervinden toen je in de zomer van 2018 een prachtige tool doorkreeg om jezelf in de ochtend te reinigen. Stel jezelf open en je zult ontdekken dat je interessante dingen door zult krijgen die voor jou persoonlijk werken. En het stukje wat voor jou persoonlijk werkt, dat wil ik heel graag blijven benadrukken. Ik ben in mijn leven heel veel resources tegengekomen die het hadden over je moet jezelf beschermen. En dan zeggen ze, je moet je beschermen in een wit licht. En je moet je beschermen in een bubbel. En je moet je beschermen in een rozenbed en whatever. En ondanks dat ik het concept wel kon snappen, het gaat natuurlijk gewoon over een intentie zetten, resoneerde dat allemaal niet met mij. Als ik me in een witte cirkel visualiseerde, dacht ik, ja, weet je, ik heb hier niks mee. Maar ik voelde wel dat het mij zou dienen om 's ochtends even iets van een ritueeltje te hebben om mezelf in mijn eigen energie te zetten en mezelf een soort van, ja, energetisch toch een beetje af te schermen tegen alle invloeden die zeg maar van buitenaf naar binnen kunnen komen. Die intentie heb ik toen aan het universum naar buiten gezet. En doordat ik mezelf heb geleerd om stilte aan te brengen in mijn dagen. En stilte hoeft niet te betekenen dat je niks doet, maar het betekent dat je rust hebt in je hoofd. Van daaruit kreeg ik eigenlijk de tools door die voor mij persoonlijk werkten
om dat dus te doen, wat ontzettend resoneerde met mij. En dat uiteindelijk is dat het energiespel geworden. Het energiespel is eigenlijk een spel waarbij je zeg maar je chakra's langs gaat en ze reinigt van energie. Als je daar interesse in hebt, die kan je gratis downloaden via mijn app. Als je naar de App Store gaat, naar de Google Play Store of naar de iTunes Store, kun je zoeken op Sophie's Choice App. En dan kom je in mijn app terecht. Dan kun je een gratis account aanmaken. En daar vind je dus ook het energiespel, waarin ik helemaal uitleg hoe je dat kunt doen. En hoe je dus je 's ochtends je eigen energie kunt reinigen. Dat is een vorm die ik heb doorgekregen. En voor heel veel, ik geloof dat inmiddels echt wel, weet ik wel, 1000 vrouwen die routine hebben gebruikt, resoneert het ook heel erg. Dus kijk of het ook met jou resoneert. Maar daarnaast heb ik altijd de uitnodiging van onderzoek wat voor jou werkt. En geef aan het universum door van oké, ik sta ook open om een routine te vinden die voor mij werkt. Ik ga nu zo of haar spel gebruiken. Laat me zien hoe ik dat voor mezelf zo kan tweaken dat het echt voor mij past. Dat even ten aanzien daarvan. Dat is dus waar ze ook op doelen in het boek over dat spel. En dat kun je dus downloaden via de Sophie's Choice app. Waarop ik de vraag stel, oké, maar hebben jullie dan een voorstel voor een vaste routine? En ik denk, en correct me if I'm wrong, misschien kun je even een hartje plaatsen als dit iets is wat je herkent. Maar dit is een vraag die veel mensen stellen. Oké, maar heb je dan een voorstel? Hoe moet ik het doen? Onze mind wil het heel graag snappen en het liefst willen we kant-en-klare antwoorden hebben. Laat even een hartje achter als je denkt van, yep, that's me. Nou, die vraag heb ik toen ook gesteld. En dit is daarop hun antwoord. En laat dit antwoord ook echt even op je inwerken. Lieve Sophie, en jullie dus ook allemaal. Jij in mindere mate, maar velen van jullie hebben de neiging alles direct te overanalyseren. Alles wat wij zeggen vanuit de mind te begrijpen. Maar dat is niet wat wij willen. Wij willen dat jullie de energie kunnen voelen van de woorden die wij uitschrijven. Niet letterlijk de woorden opvolgen, maar de essentie voelen en daarmee vervolgens zelf aan de slag gaan. Het is geenszins onze intentie een nieuwe cult of religie te starten met talloze regels en ingewikkeldheden, geboden, verboden en dingen die jullie zouden moeten doen. He, dus heel veel mensen voelen ook dat hun ochtendroutine iets is wat ze moeten. Als het voelt als moeten, please stop doing it. Want dan is het niet source die je er naartoe roept. Zolang het voelt als moeten, doe het liever niet eigenlijk. Maar goed, dat is wat ze zeggen. Die jullie zouden moeten doen. Het gaat om de essentie. En wij vertrouwen erop dat dit is wat jij en wij inmiddels middels dit boek zullen overbrengen. Laat de mensen het zelf ondervinden. Laat hen op zoek gaan naar hun eigen schone ochtendroutine. Laat hen het experiment aangaan, al dan niet samen met jou. Het enige dat wij hopen is dat dit boek voor velen van jullie de ogen zal openen. En dat zal het. Dat jullie nu vrijwel automatisch de gehele dag door dingen doen die jullie in eerste instantie niet dienen. En hoewel elke ervaring in haar vorm te alle tijden perfect is, is er wel de mogelijkheid dingen nog intentioneler te maken. Nog dichter vanuit zijn en te leven. En wij hopen dat dit onze bijdrage mag zijn. Dan staat er deze prachtige quote. Ik omarm de perfectie van ieder moment. En dan volgt er eigenlijk een hele mooie meditatie die je vervolgens helpt om op die plek te komen en gewoon de perfectie van elk moment te omarmen en te allowen wat er vanuit jou naar buiten wil komen. Dus lieve mensen, dit is mijn bijdrage voor vandaag vanuit het boek. Ik wil heel graag afsluiten met een kaart vanuit het kaartendek wat bij het boek besteld kan worden. Je kan hem in een set bestellen. Ik zit een beetje op de tijd te letten omdat ik wil hem ook op Insta-TV plaatsen of IGTV. En dan moet het onder de 15 minuten zitten. Dus we hebben nog een halve minuut om een kaart te trekken. Nou, hij valt er direct uit. Dus, sluit even je ogen. En luister gewoon even naar de kaart en bekijk hem daarna. Oké, dus de kaart vertelt ons dit. Let it go. Verleg je aandacht. Er is altijd en overal zoveel schoonheid te zien. Ik ga deze kaart niet verder toelichten. Ik laat het aan jou om te voelen wat Source jou middels deze kaart wil overbrengen. Als je inspiratie uit deze video hebt gehaald, laat even een hartje achter of een vlindertje of een thumbs up. Maakt me niet uit. Laat even wat achter, zodat de energie doorgegeven kan worden.
Ik wens jullie voor nu een magische dag toe. En voor degenen die de challenge niet willen missen, kijk naar de link onderaan de beschrijving van deze video, zodat je daarvoor kunt inschrijven. Hele mooie dag vandaag. Ciao!